Jongens, we staan hier vandaag bij onze mega grote poort. En het is even belangrijk dat wij naar onze progressiemuur gaan. We hebben de afgelopen afleveringen veel met karakters rondgelopen. Met Fred de burgemeester en weet ik veel wat voor gezeik we allemaal hebben gehad. Maar dat betekent niet dat we de stad moeten verwaarlozen. Dus laten we even kijken. We moeten nog het boerengebied afbouwen. De bovenste verdieping van mijn kasteel moet nog worden ingericht. Het vermiste museumstukken moeten nog gevonden worden. Maar wat ik vandaag wil doen, jongens, hartstikke leuk. Het dierenverblijf afbouwen. Of afbouwen, moeten we er überhaupt aan beginnen. Maar mijn pickaxe die is natuurlijk helemaal aan stront gewoon. Ik kan nog maar 30 blokjes breken en is je kapot. Dus daarvoor gaan we eventjes snel naar de Nether. Om vervolgens deze portal hier naar de end te pakken. Daar deze random zombie aantreffen die in een minecart rondjes aan het draaien is. Ik weet niet wat hier gebeurt, maar ik heb hem zo aangetroffen. Om vervolgens hier in de end even naar de welbekende Enderman farm te gaan, jongens. We moeten even wat XP farmen. Ik moet oppassen dat ik niet in de void val. Oh mijn god, dat ging maar net goed. En dan gaan we nu weer luisteren. Naar de herrie van de Endermans. Oh, wat vind ik dit toch vreselijk geluid. Het is hier altijd zo luid. Ik haat het hier. Oh mijn god, zie je dit geluid alleen. Het is echt vreselijk. Maar ondanks dat hij luid is, jongens, wekt hij wel heel goed. Laten we snel hier weglopen, want anders is die herrie wel heel erg. Dumpen we dit even in de void zo. Kijken, de Enderman is boos op. Oh, dat scheelde niet veel. Ik wou zeggen, we kijken de Enderman niet aan, maar dan worden ze boos op hem natuurlijk. Is hij achter me aan gegaan? Waar is hij? Dat is een boze Enderman daar. Altijd oppassen als je een end bent, jongens. Als je zo'n enderman aankijkt recht in zijn ogen, dan vindt hij meestal niet zo heel leuk. En dan hebben ze nog wel eens de neiging om je aan te vallen. Het is niet een aanrader, kan ik wel zeggen. Het is niet leuk. En boom. Kijk, dan zijn we weer in het prachtige Kingdom Content Veen, jongens. Of Kingdom Content heet het natuurlijk gewoon. En laten wij dan beginnen met het dierenverblijf. Ik dacht, ik heb natuurlijk deze hele kant hier volgebouwd met het boerengebied. Laten wij dan nu eventjes deze kant hier gewoon een keertje mooi benutten. En laten we zeggen, daar even wat extra bomen planten is denk ik wel leuk. En dan hier, op dit gebied, maken we even wat platter. En dan gaan we daar het dierenverblijf bouwen. En dan zit ik even te denken. Gaan we dit vliegtuig weghalen waar boer Jan ooit eens een keer mee is neergestort? Ik bedoel, misschien is het verstandig. Maar boeit het me goed veel, of boeit het me genoeg? Waarschijnlijk niet. Dus dan laten we hem ook maar gewoon lekker staan. Wat we wel daarentegen gaan doen, jongens, is dit gebied hier moet eventjes een beetje opnieuw geterraformd worden. Het ziet er nu natuurlijk een beetje, ja, niet uit zoals ik wil. Oftewel, laten we daar gewoon een beginnetje mee maken. Heel simpel, ik wil het op een soort cliff manier doen. Net zoals dat ik, laten we even zeggen, hier heb gedaan. En net zoals dat ik daar heb gedaan. Want het moet natuurlijk wel een beetje terugkomen, dat idee. Dat wil ik dan hier zo laten... Wat heb ik gesloopt? Wat was dat? Ik heb iets gesloopt, maar ik weet niet wat. Dan gaan we hier het zo laten lopen. Dan gaat het hier de hoek om. En dan daar vervolgens heen om daar zo naar beneden te gaan. En dan ziet het er allemaal goed uit. Jullie zien het vanzelf. Laten we maar gewoon een beetje beginnen. De voormaken is altijd het makkelijkst, jongens. Dat is letterlijk de makkelijkste taak die er is. Het is uiteindelijk het details toevoegen en zo. Wat een beetje veel werk gaat zijn. Maar ook niet heel moeilijk gaat zijn. Maar ja, gewoon veel werk. En het verstandigste zou zijn, jongens, is als ik hier gewoon een beacon in de buurt zet. Waardoor ik eventjes snel kan hakken en zo. Maar weet je, dat kost nou weer zoveel moeite. Om een beacon bij elkaar te gaan rapen. Die ophalen. En daar heb ik allemaal geen zin in, weet je. We gaan wel gewoon lekker zonder beacon te werk. Dan hak ik misschien even wat trager. Maar het kost minder moeite voor mijn gevoel, weet je. Dat het uiteindelijk wel weer meer moeite kost. Maar het gaat een beetje om het idee. Kijk, dit vormpje hier begint er al goed uit te zien. Dan gaat het hier naar rechts. Dan moeten we daar weer een beetje naar links laten gaan. Dan maken we het platform hier. Maken we ook weer een beetje groter. Laten we even kijken als we het misschien een beetje... Zoals dit doen. Oeh, ja, dit kan leuk zijn, jongens. Dit gaat heel leuk zijn. Let op. Zo. En dan hier komt misschien een leuk klein grotje waar het water dan... Oh, ja, dat wordt de grot. Natuurlijk wordt dat de grot. Jullie zijn ook slim, jongens, dat jullie dat voor mij bedenken. Ook al heb ik het zelf bedacht, hè, maar ik moet jullie een beetje betrekken. Kijk, en dan hier gaat het hoekje gewoon weer om. Zo, laten we het even wel een beetje netjes lopen. Kijk, zo. Ja, oh, dit komt helemaal goed. Ik heb veel vertrouwen hierin. Ik heb heel veel vertrouwen hierin. Die trekker moet dan helaas wel... vertrekken. Als Merit er hier even een lachgeluidje overheen gooien. Dankjewel. Dan hier gaat het gewoon weer helemaal deze kant op zo. En dan landt het hier weer. Hier tegenaan. En dan moeten we dit even... Oh, dit moeten we helemaal opvullen. Oh, dat is nog best wel even taai, jongens. Dan moeten we dit ineens helemaal opvullen. Daar hebben we even wat extra gras voor nodig. En... laten we eerst even de trekker weghalen. Kan ik gelijk... Dit is het gewoon weg, weet je. Sorry, trekker van boer Martin of boer Jan. Ik weet niet wie dit heeft gedaan, maar ik moet hem gewoon weghalen. Het spijt me. Hij staat in de weg op het moment. Soms heb je dat wel eens, hè, dat gewoon iets in de weg staat en dan moet je het gewoon even weghalen. Zo, dan is die weggehaald. Laten we dan eventjes wat gras erbij pakken en dan gelijk mijn spulletjes dumpen, maar dat ging bijna fout. Ik heb als goed is hier ook nog allemaal spulletjes. Heb ik hier, ja, ik heb dirt. We kunnen net zo goed met dirt opvullen, dus die dumpen we even alle troep die we hebben hierin. Hoppakee, dat pakken we gewoon. Maar misschien hebben we nog ergens gras. Als we het hebben, oké, maar als we het niet hebben, vind ik dirt prima. Oh, nou, moet je nou kijken, jongens.
We hebben gewoon nog mega veel gras. Niks aan de hand. Helemaal niks aan het handje. Hoef het alleen maar eventjes mooi op te vullen. Wat een saai taakje, maar ik ben blij dat het is gedaan, jongens. Het hele gras opvullen hier, het duurt altijd eeuwen voordat je het een keer gedaan hebt. Maar als het gedaan is, ben je wel heel blij dat het gebeurd is. En de vorm ervan ziet er ook mooi uit. Het ziet eruit als een hele goede vorm. Dan moeten we natuurlijk het steen er uiteindelijk onder gaan plaatsen. Kunnen we hier een leuke grot maken. En dan daar is het prima dat het er zo uitziet. En ik denk, jongens, als ik dit gedaan heb, dat ik gewoon twee taakjes in één keer af heb. Want dan is het boerengebied denk ik ook gewoon af. Als we het huis natuurlijk hier inmiddels helemaal hebben staan. Hè? Dus ik ben wel heel blij dat ik dit doe. Want dan is de takenmuur in één keer een stuk verder. Maar eerst even, nu we dit gedaan hebben. Oh, hier zit nog een gaatje. Dan moeten we dit hier even netjes laten lopen. En in principe hoeft het nu niet meer zo extreem rond te zijn zoals dit. En kan het iets meer gewoon op een kalme manier zoals dit gaan. We hebben toch genoeg ruimte, weet je. Kijk, hier kan het dan wel weer een beetje gekkig doen, de vorm. Hoppakee, jongens, we hebben de vorm bepaald. Ik ben helemaal tevreden. Er is hier genoeg ruimte voor een dierenverblijf. Laten we nu eventjes wat steen bij elkaar rapen. En dan kunnen we dat mooie randje gelijk doen. Dan hebben we die klif gewoon af. Steen heb ik als het goed is hier ook genoeg liggen. Of heb ik hier... Oh, ik heb hier alleen cobblestone liggen. Ah, of heb ik hier nog wat? Nee, nou, dan moeten we helemaal naar de andere kant van de stad vliegen. Maakt niet uit, we hebben gelukkig een elytra natuurlijk. En dan hebben we in dit prachtig huisje hier, als het goed is. Nou, als het goed is, ik weet wel zeker. Steen, 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 steen. De oneindig steen, daar komt het op neer. Laten we dan ook echt heel veel meenemen. Zoals dit, hoppakee. Hier hebben we meer dan genoeg aan natuurlijk. Want, wat we moeten doen jongens, is even denken. Dit hier, dat moet allemaal steen worden. Kijk, dit zo, dit moet steen worden. Dit randje dan ook natuurlijk. Ja, dit gaat er heel leuk uitzien afloop jongens. Dat kan ik jullie wel beloven. Dat dit er echt heel leuk uit gaat zien. En dan laten we het lopen tot ongeveer hier. En dan moet het denk ik een beetje naar beneden zo afbouwen. Want daarna komt gewoon de normale natuur natuurlijk. Ik kan niet oneindig veel eigen natuur bouwen. Kijk, uiteindelijk heb ik het daar ook vanaf een bepaald randje normaal laten lopen, weet je. Dus daar moeten we dan maar gewoon mee akkoord gaan. Bouwen we het nu omhoog. En ik denk dat dit wel hoog genoeg is. Het hoeft niet extreem hoog te worden, weet je. En nu is hier nog een recht randje. Dat je denkt, wat ben je aan het doen, Max? Je bent gewoon letterlijk een rechte stenen muur aan het bouwen. Waar slaat het op? Maar nogmaals, uiteindelijk gaat het er als die muur daar in de verte bij die waterval uitzien. Gewoon, ja, ik vind het leuk. In de vorige aflevering trouwens, jongens, is de burgemeester ontsnapt. En hij is ergens die kant op gegaan. Ik heb coördinaten gekregen. Dat is x-8000, bla, 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 bla. Die coördinaten die je hier ziet. En jullie hebben heel veel reacties achtergelaten. En jullie denken namelijk allemaal dat de burgemeester is ontsnapt naar het oude dorpje. Waar ik hem, laten we zeggen, een maandje geleden was. Waar die Ender Dragon me had aangevallen. En met al die villages en zo. Jullie denken allemaal dat de burgemeester die kant daarheen ontsnapt is. En op zich snap ik jullie gedachtegang wel. Dus wat ik wil gaan doen, is volgende aflevering waarschijnlijk, wil ik even die kant op gaan en kijken of hij daar daadwerkelijk echt is. Het zou namelijk heel goed kunnen. Alright, het rechte muurtje is gebouwd. Laten we even kijken, is dit hoog genoeg? Ja, ik denk dat ik het niet heel veel hoger dan dit moet gaan maken. Want er komt natuurlijk nog een randje zoals dit tegenaan om het een beetje netjes te maken. Even kijken, doe ik dat? Volgens mij doe ik dat. Ja, zie je, kijk, daar doe ik ook zo'n randje er tegenaan. Dus laten we dat ook maar gelijk netjes doen. Zo, dan beginnen jullie het idee al een beetje te begrijpen. Het ziet er serieus echt al netjes uit, gewoon zoals dit. En in principe moet hier hetzelfde gebeuren, jongens, op dit niveau. Alleen zit ik even te denken. Ja, die is even moeilijk, deze. Het zou namelijk betekenen dat hier ook een grasrandje zou moeten komen. En dan moet ik zeggen dat het toch wel een erg laag stukje grot wordt, als ik het zo zie. Ik weet niet of ik dat dan heel mooi vind. Ja, misschien dat ik dan hier de grot moet bouwen. Dat het dan zo eruit gaat zien. Op zich kan het wel. Ik denk dat ik het gewoon ga doen. Waarom niet? Mooi steenlaagje er natuurlijk onder, zoals bij de rest. Laten we eerst even wat eten halen, jongens. Ik erger me kapot aan het feit dat ik al de hele tijd geen eten heb. Heb ik een beetje in mijn ender chest liggen? Ja, 16 steek. Laten we dat maar gewoon meenemen. Is beter dan niks. Beter dan wat ik eerst had. En hier komt natuurlijk die grot. Dan moet ik even kijken hoe ik dat ga doen. Maar ik denk dat ik het... Ja, niet echt een grot waar je in kan. Maar wel gewoon een grot waar je in kan kijken. Misschien is dat leuk, weet je. Omdat het water hier dan op zijn minst ergens naartoe gaat. Kijk, als het een beetje zoals dit doet, ziet het toch leuk uit, jongens. Dan als je dit nu een beetje door laat lopen, het ziet er nu natuurlijk heel hol uit. Maar dat gaan we nog oplossen. Ja, maar dit ziet er wel leuk uit, jongens. Dit ziet er serieus wel goed uit. Goede oplossing dit. Ben ik wel tevreden mee. Dan gaat het nogmaals, we gaan het nog mooi maken, maar dan gaan we toevallig nu mee beginnen. En zoals je kan zien is dat ook echt gewoon, ja, dat kost niks, weet je. Dat is gewoon een beetje een paar random blokjes hier en daar weghalen en vervangen voor een iets dieper blokje. Als je snapt wat ik bedoel, weet je, we halen het hier weg en plaatsen het één blokje naar achter om vervolgens hier een beetje hetzelfde te doen.
Het is eigenlijk gewoon een soort patroontje wat je maakt, maar dan heel onregelmatig. Er zit niet een, ja, zo, niet echt een daadwerkelijk patroon in, maar je doet wel elke keer hetzelfde. En het ziet er gewoon leuk uit. Oké, de eerste laag is gedaan. Dat is namelijk deze hier. Dat ziet er al veel natuurlijker uit. Laten we nu dit onderste randje hier even doen. Hebben we dat ook maar gedaan, weet je. Kunnen we daarna, als we het gras erboven ook netjes gedaan hebben, en een beetje de bomen en de bosjes en weet ik wat allemaal, en de bloemetjes en de bijtjes, dan kunnen we daarna eindelijk beginnen met daadwerkelijk het doel van vandaag, het dierenverblijf. Dat is gewoon letterlijk de hele goal die we vandaag wil hebben, is dat bouwen. Maar ja, we moeten eerst natuurlijk de omgeving ervoor hebben. Want er was geen plek. Doen we gelijk ook even die grot maken, jongens. 2 seconden werk, weet je. Anders blijf ik het maar uitstellen. Ik ken mezelf goed genoeg. Het wordt natuurlijk een mini-mini grot, jongens. Het stelt eigenlijk helemaal niet zo heel veel voor. Maar hè, beter dat we het maar gewoon even gedaan hebben. Kijk, op deze manier zit de vorm er in ieder geval al mooi in. Dan moeten we alleen nog even wat stair slabs en buttons misschien plaatsen. En een lichtje. Het is wel heel donker anders. Dus laten we maken slabs. Stairs. Oh, walls is... Nou, trouwens, dat heb je niet echt nodig. En lichtjes. Ja, ik heb hier lanterns. Maar heb ik hier ergens ook van die kettingen hangen? Ja, hier. Dan wat groene natuur hebben wij natuurlijk nodig. Hebben wij die hier ook ergens? Ja, we hebben niet die. Ik zoek gewoon de normale leaves. Zeg me niet dat ik die niet meer heb. Gewoon normale leaves, alsjeblieft. Die heb ik echt even nodig. Oh, die liggen waarschijnlijk bij... Wat was mijn laatste project? Daarboven bij kasteel. Ik ben natuurlijk het tweede kasteel aan het bouwen. Die bouw ik natuurlijk hier. En volgens mij ben ik dan hier al mijn spulletjes telkens aan het opslaan. Dat zou betekenen dat in... Oh, ik open gelijk de goede kist. Er zijn zoveel leaves hier. Niks aan de hand, jongens. Nergens om jullie zorgen over te maken. Kijk, gewoon wat natuur erbij. Dat ziet er natuurlijk hartstikke mooi uit een beetje. Sluiten we hier de weg zo een beetje mooi af. Dat je er niet echt in kan lopen, weet je. Dat je een beetje raar als je erin kan lopen. Dan... hier op de randjes een beetje af en toe een mooie ster. Zo. Dan sluiten we het helemaal met slabs af. Want we kunnen natuurlijk niet dit gras hier weghalen. Want dan zit je weer op het oppervlakte. Allemaal over nagedacht. Hoppakee. Dan een lampje erbij met een, zo, met een lantern en een chain. Even denken. Die komt hier. En dan... Barabonk. Oh, hij hangt er niet eens aan. Wacht even hoor. Hij moet er wel aan... hangen, juist zo. Nou, dan hebben we een hartstikke leuke grot hebben we erbij. Oeh, wacht even, kijk, we moeten het wel gelijk een beetje goed doen, zoals dit. Zo, ja, kijk, nu is het mooi. Nou, nog steeds niet, wacht. Zo, nu is het als het, en die ook hier even van steen. Als het goed is, is het nu een leuke grot. Kijk, het ziet er helemaal perfect uit. Ik ben helemaal tevreden. Dan hier en daar nog even een slepje en een stertje toevoegen aan de randjes. Nu ik het toch bij me heb, kan ik net zo goed de details gebruiken, weet je, waarom niet. Dan wat extra hangend gras. Eigenlijk moet je daar dirt voor gebruiken, want het gras ziet er natuurlijk niet uit. Extra hangend dirt hier. Gewoon om een beetje die, ja, dat hangende, alsof het zeg maar, het zo oud is dat het gras er overheen is gaan hangen, weet je. Moet echt oud voelen, gewoon echt als natuur. Niet alsof ik het gebouwd heb. Dat vind ik heel belangrijk altijd. Hier moet dat natuurlijk ook gebeuren, want er is nog een te recht lijntje hier. Dat moet echt meer gewoon de natuur zijn die er overheen hangt, nogmaals. Hoe ziet dit er nu uit? Het ziet er... Komt-ie? Ja, dit ziet er goed uit. Oeh, misschien dat ik het af en toe even te laag... Nee, ik heb het net te laag laten lopen. Dat ziet er niet goed uit, dit soort dingen hier. Doe hier wel gewoon steen zoals dit. Voegen we hier ook wat slabs en stairs toe. Extra details, jongens. Altijd welkom. Blijf eraan denken. Alsof ik hier een tutorial aan doe, maar dat is ook helemaal niet waar, maar hè. Probeer gelijk een beetje tips te geven. En dan tot slot lichtjes voor als het avond is. Dan willen we natuurlijk niet dat deze muur pikkendonker is. Dat zou zonde zijn. 'S Avonds moet het ook mooi te zien zijn. Hoppakee. Zo, helemaal tevreden. Kunnen we hier mooi de dierenverblijf bouwen. Waar we alle honden, katten, weet ik voor wat. Nou, de katten trouwens niet. Die hebben het kattencafé. Alle honden, paarden, biggen, koeien. Weet ik voor wat voor dieren we allemaal op het moment hebben. Die kunnen we allemaal hierheen sturen. Dan hebben ze eindelijk een keer een vredig leven. Mocht wel eens duren na 200 afleveringen. Alleen dit hierboven nog en dan is de natuur klaar. Dan kunnen we beginnen aan het huis. Zo, het is helemaal opgevuld met gras. Laten we dan dit even hier een beetje iets randomer maken. Als het goed is, ziet dit er goed uit. Ja, dit... Joh, jongens, kijk nou wat een verschil met... Oeh, daar zit nog steen. Dat moet geen steen zijn. Kijk nou wat een verschil met eerst, hé. Het ziet er gewoon zo ontzettend veel leuker uit. Hoppakee. Oh, hier moet trouwens ook nog even gras. Ik ben helemaal tevreden. Dan kunnen we het pad kunnen we hier natuurlijk ook heen brengen deze kant op. En dan komt daar de prachtige, wat is het, dierenhuis. Maar omdat ik natuurlijk nu al zo lang bezig ben geweest met het bouwen van het platform, jongens, heb ik geen tijd om het meer te bouwen en te praten tijdens het bouwen. Oftewel, we gaan een leuke timelapse doen waarin we dit gaan bouwen, jongens. Misschien ook dan daarboven ook even wat meer natuur bouwen. Hier even misschien wat meer bomen en zo plaats. Dat vliegtuig daar, misschien dat ik die... Nee, ik ga die niet weghalen. Ik kom echt geen zin in. Het komt in ieder geval neer dat ik hier aan de slag ga. Hierboven wat minder, maar het wordt vooral hier aan de slag gaan. Dus veel plezier met het kijken. In 3, in 2, in 1.
daar zijn we weer na een prachtige timelapse. En we staan op een hele gekke plek. Ik vond het namelijk gewoon een prachtig uitzicht vanaf hier. Kijk nou eventjes naar de stad, jongens. Dit ziet er toch zo leuk uit. Ik dacht, ik ga gewoon even hier staan. Een gek plekje om weer te beginnen. Maar wauw, wat ziet het er mooi uit. Met het nieuwe kasteel daar dat aan het shinen is. Daar een mooie brug en zo. En de stad gewoon. En Boerjan zijn huisje. Maar dat is natuurlijk eigenlijk niet belangrijk voor nu. Laten wij even vliegen naar waar wij mee bezig zijn geweest. Want jongens, het dierenverblijf is officieel af. En wat ben ik er blij mee. Wat ziet het er leuk uit. Als je zo aankomt lopen, heb ik hier een klein kraampje gebouwd. Gewoon voor de sier, omdat ik dan anders alleen maar een beetje natuur heb. Maar er moest toch nog wel een soort van iets qua gebouw staan. Dus ik dacht, een kraampje is een mooie oplossing. Dan heb ik hierboven toch allemaal bomen geplant. En daar ben ik heel blij mee. Ik heb zometeen nog een idee wat ik met bomen wil gaan doen. Maar dan komen we naar de uitleg en als de dieren eenmaal verhuisd zijn. Dan lopen we door. Komen we bij, ja, de boerderij. Ik weet niet hoe ik het echt moet noemen. Maar dan als we naar binnen gaan, heb ik een paar hekjes waar dieren tegenaan kunnen staan. Aan met touwtjes als het ware. Dan hier wat water. Dan lopen we naar binnen. Hebben we een beetje opslag. Hier wat meloenen, wat barrels en pompoenen. Hooi. Bovenin ook een hooischuur met uitklapladdertjes die niet daadwerkelijk uit kunnen klappen. Maar er staat ontzettend veel hooi boven. Dat is in ieder geval het belangrijke. Dan hier buiten waar de dieren voornamelijk zullen zich bevinden. Wat eten hier. Wat voor de helft is opgegeten en gewoon nog over is. Hier is heel veel eten opgegeten. Nog meer van die dingetjes waar ze aan kunnen chillen. Hooi, water en een overkappingje. En dat zit letterlijk, jongens. Het is gewoon... Ik ben hartstikke tevreden. Het is gewoon echt letterlijk een simpel dierenverblijf. Je kan er veel van zeggen en veel omheen draaien. Maar meer kan ik er ook gewoon niet van maken. Hè? Het is gewoon een mini boerderij. Hier kijken we even vanaf de andere kant. Ja, dit ziet er toch leuk uit, jongens. Ik ben wel echt heel tevreden. Ik ben zeker heel tevreden. Maar de taak van vandaag dan, jongens, is de dieren die ik nog over heb. Alle dieren die ik altijd heb, die sterven na 2-3 dagen. Maar gelukkig hebben we er nog een paar over. Namelijk hier, we hebben Abraham de hond. Je mag staan. We hebben Jos de vos. En we hebben Klodder de koe. Even kijken, hoor. Laten we die even losgooien. Wie is dat? Oh, blijf. Dat is Jos. Jos blijft staan. Oh, ik heb Jos. Oké, dan hebben we hier Klodder. Die zit aan deze vast. Oh, nee. Nee, soms snappen. Jos hier blijven. Zo, Jos, Klodder en Abraham meekomen. Dit zijn de enige dieren die ik nog over heb, jongens. Alle andere dieren zijn of verhuisd naar het katcafé... of naar de paardenstal verhuisd. En de vogeltjes die ik heb, die zijn mysterieus verdwenen. Ik weet niet hoe dat gebeurt altijd met die dieren, maar... Oh, wat zijn ze vervelend met doorlopen, jongens. Die hond die loopt natuurlijk tenminste uit zichzelf, want die teleporteert achter me aan. Maar deze twee die blijven achter elk steentje, achter elk blokje blijven ze haken. En dan staan ze weer een tijdje stil en zo... Zo ongelooflijk irritant. En ik dacht dat ik echt veel meer had. Ik dacht oprecht dat ik een stuk of misschien wel 10 dieren nog over had. Maar nee, het is een vos, een koe en een hond. Kijk, hier is mijn paard naartoe gegaan. Dus die heeft natuurlijk al een plekje. Katten hebben ook al een eigen plekje. En de andere dieren liggen helaas... Allemaal op de begraafplaats. Jullie zijn de enige die ik eigenlijk gewoon een goed leven kan geven. Gewoon van... ik heb zoveel dieren gehad in 200 afleveringen. Langer dan een jaar deze serie al. En jullie zijn de enige... Oh, kom maar, hond. Oh, nou, je kan teleporteren. Jullie zijn de enige die ik een goed leven geef. Gewoon, hoe zielig is dat? Oké, jullie hier aan, maar ik wil jullie wel allebei een apart hokje geven. Dus Jos, doe jij maar hier aan. Klodder, kom jij maar hier aan. Zo, en dan Abraham. Het is misschien wel leuk als jij binnen zit hier. Kom. Waarom is zo grijs ineens? Dat maakt niet uit. Jij gaat gewoon lekker binnen zitten hier. Jij bent de waakhond. Wat vind je daarvan? Nou, jongens, het dierenhuis is gevuld met maar liefst 3 dieren. Hartstikke leuk. Nou, ik vind het beter dan niks, weet je. Het is beter dan die zielige... Misschien dat boer Jan en boer Marten nog wat dieren hebben, weet je. Dat bespreek ik wel met ze wanneer ik ze weer zie. Ik weet niet of ze thuis zijn in het algemeen, maar ik heb nu geen zin om ze te spreken. Maar wie weet hebben zij nog dieren die ze hier ook moeten plaatsen. Dan zijn ze van harte welkom. Dan hebben we even wat dark oak saplings nodig. Dat zijn namelijk die bomen daar. En heel veel boommeel, want... jongens, ik wil ergens nog een soort bos plaatsen. Om dan het boerengebied daadwerkelijk af te maken. Want ik zei net van, voordat ik de timelapse ging starten... Oh, dan is het de huis dat ik nu ga bouwen. Dat betekent ook dat het boerengebied helemaal af is. Klopt, maar na afloop denk ik... Er klopt één dingetje, ben ik het nog niet mee eens. Dat moet toch even iets meer aandacht krijgen dan dat het nu heeft gekregen. Dus laten we daar maar mee aan de slag gaan. Dit gaat nooit genoeg zijn. Ik heb echt veel meer nodig. Echt veel meer. Dat heb ik waarschijnlijk wel in mijn kasteel liggen, maar dan moet ik even kijken. Laten we even kijken of ik meer heb en waar dat ook is. Waarschijnlijk gewoon in de chestroom van mijn kasteel. Ja, kijk, een stack en that's it. Hebben we ook nog boommeel nodig, maar dat ligt waarschijnlijk weer op een hele andere plek. Dat zal wel weer hier liggen. Een stack boommeel, dat is niet genoeg. Ik heb echt veel meer nodig. Zeker als ik... Oh, hier heb ik nog... Oh, dit gaat goed komen. Leaves nemen we mee. Hoge bloemetjes. Maar ik heb echt veel meer boommeel dan dit nodig. Heb ik hier boomblokken toevallig? Nee, volgens mij liggen hier geen boomblokken tussen. Oftewel, dan wordt het nog misschien moeilijk om even zoveel boommeel te krijgen. Oeh, die is taai. Misschien dat het dan hier ligt. Hier heb ik ook nog heel veel kisten. Ja, 2. Dat zal niet genoeg zijn. Ja, dat is nog even een dingetje, jongens. Mijn boommeel is als het goed is op.
Waar heb ik dan mogelijk nog meer opgeslagen? Ik heb zoveel plekken waar ik kisten heb tegenwoordig. Er komt helaas neer op stelen, jongens. Ik denk dat we even moeten gaan stelen. Zijn we in het huis of in de basis gekropen van Floor en René? Natuur. Ik denk dat het bij natuur moet liggen. Ah, kijk eens aan. Dan stelen we hier gewoon 2 stek alsof niemand het door heeft. Want dan kunnen we daar mega veel boomjes voor. Ja, dit is meer dan genoeg. Oké, laten we teruggaan. En om dan gelijk uit te leggen aan jullie jongens wat ik bedoelde met... Ik ben het er nog niet helemaal mee eens. Het hele boerengebied is in principe af. Als je die kant op kijkt, het ziet er goed uit. Daar, hier, zus, zo. Maar als je omdraait dit pad hier... is gewoon nog erg kaal. Er is niks in de omgeving en weet ik wat. En dacht ik, ik kan wel leuk gewoon weer huizen bouwen... en misschien farms en zo. Maar om juist het een beetje af te sluiten... dacht ik, als we dit nou helemaal volproppen... met dark oak bomen, deze hier weghalen... dark oak bomen bouwen en dan helemaal tot het randje daar. Ik denk dat we dan heel leuk het einde van het boerengebied hebben gemarkeerd. Dan daar is het gewoon open wereld die begint. Hier is het een soort bospad waar je in gaat. En dan is het letterlijk helemaal afgesloten, dit gebied. Oftewel, laten we beginnen met deze bomen hier eerst weghalen. Want ik vind die birchbomen gewoon niet zo heel mooi. Oké, de birchbomen zijn weggehaald. Nu moeten de blaadjes nog even despawnen. Laten we dan hier deze bomen ook weghalen. En de bosjes en weet ik veel wat hier allemaal staat. Dan hebben we even een mooi netjes leeg terrein waar we mee aan de slag kunnen. Oké, terwijl dit allemaal aan het despawnen is... Oh, die bomen daar moeten ook nog weggehaald worden. Wacht even. Oké, nu daadwerkelijk, terwijl die bomen aan het despawnen zijn... vooral de blaadjes, gaan wij vast wat nieuwe plaatsen. Laten we gewoon beginnen met heel simpel eerst de saplings... en dan gaan we ze daarna allemaal laten groeien. En het voordeel van die van deze bomen als dit, jongens... die dark oak bomen, die kunnen heel dicht op elkaar. Je kan het heel dicht bebost laten voelen. En dat is precies wat ik wil. Hier, we doen er zelfs eentje gewoon echt tegen de weg aan. Ik wil het echt laten voelen alsof je gewoon het bos inloopt, weet je? Het moet een echt bos zijn, niet een bos waarvan je... Oh, dit heeft Max gewoon zelf geplant. Nee, dit is gewoon een bos die er altijd al stond. En laten we dan hopen dat we dat effect een beetje kunnen creëren. En dat is gewoon echt door het zo dicht mogelijk te maken. Jezus, ik kom gewoon niet uit mijn woorden. Af en toe is praten heel moeilijk, jongens. Ik heb het nog niet zo goed onder de knie. Hey, sommige bomen zijn al uit zichzelf aan het groeien. Dat is ook handig. Ik bedoel, het is slim dat ik het op deze manier doe. Sommige die groeien gewoon vast uit zichzelf. Oké, de saplings zijn op. Ik heb er nog maar eentje, maar daar kan je natuurlijk geen boom mee plaatsen. Laten we dan nu beginnen met gewoon de bomen zoals dit te laten groeien. En kijk, dit is wat ik bedoel. Ze kunnen zo dicht op elkaar en dan groeien ze gewoon nog steeds. Dat is geen probleem met deze bomen. Oh, dit begint er nu al goed uit te zien, jongens. Ik ben nu al tevreden met het resultaat en ik heb het nog niet eens goed kunnen zien. Ik heb volgens mij elke boom geplant die ik geplaatst heb of laten groeien. En kijk nou hoe dit er nu al uitziet. En nu hebben we nog niet eens het gras en de extra blaadjes toegevoegd. Want dat gaan we namelijk gelijk doen. Gewoon hier en daar wat random blaadjes toevoegen. Alsof het bosjes zijn, weet je. Vooral langs het pad. We hoeven het niet heel diep in het bos te doen, want daar ga je toch nooit echt komen. Vooral belangrijk dat we langs het pad af en toe hier even wat blaadjes plaatsen. Oh, hier, deze moet nog groeien. Hoppakee. Zullen vast hier en daar nog wel wat boompjes zijn die ik ben vergeten. Kijk, daar bijvoorbeeld ben ik er ook één vergeten. Zo, dan hebben wij alle blaadjes denk ik wel genoeg geplaatst. Hier ook misschien, want dat zie je, ja, dat zie je in het pad. Dan even kijken, aan de overkant heb ik nog niet heel veel geplaatst. En dan heb ik denk ik oprecht wel even genoeg geplaatst. En dan kunnen we namelijk gaan boommielen als een gek. En dan gaat het er ineens heel anders uitzien. Daar komt ie, jongens. We nemen nog even één stukje, wat is het, potato, kom honey op. En dan gaan wij als een gek gaan we alles helemaal besproeien met gras en bloemetjes. Oeh, hier moeten ook nog even blaadjes... Oh, dat is vuurwerk, blaadjes komen. Nee, dit is altijd vervelend, want hier ga je heel vaak gewoon plekjes missen. Dat je niet door hebt waar je het wel en niet gedaan hebt. En dan mis je gewoon in één keer een heel plekje en heb je kaal gras. Dat is ook zonde. Dus je moet echt goed opletten dat je hier alles pakt. Want als je het vergeet, ziet het er niet leuk uit. Volgens mij heb ik alles gehad. Ik zit even te kijken en ik zie niet echt kale plekjes waarvan ik denk... Oeh, daar moet nog meer boommeel komen, terwijl ik nog meer boommeel plaats. Laten we even denken... Heb ik alles gehad? Jawel, hè? Oh, kijk hoe dit eruit ziet, jongens. Dit ziet er zo leuk uit. Laten we er nu even tot slot gewoon wat lanterns hier en daar toevoegen. Om het een beetje die extra vibe te geven van het bospad-achtig idee. En dat het er in de nacht natuurlijk ook gewoon leuk uitziet. Belicht en al. Oeh, dan moeten hier nog slabs komen. Heb ik daar sproes? Nee, dan moet ik sproes voor bij me hebben. Want die moet je natuurlijk omhoog springen, terwijl je gewoon whoop, door wil lopen. Kijk, zoals ik hier ook gedaan heb. Hier heb je ook overal van die sproes, slabs en stairs. Gelukkig is dat 2 seconden werk. Hoppakee. Oh, dit ging bijna fout. Zo. Wat een gezellig bospad is... Jee, mijn irritant vuurwerk. Gezellig bospad is het nu al, jongens. Hier ga ik nooit meer van mijn leven komen. Dat weet ik zeker, maar het is er in ieder geval wel. Kijk, hier houdt het pad zelfs op. Maar ja, dat maakt me ook niet uit. Hoppakee. Kijk, het bospad is er. Het doet me denken aan mijn kasteel in aflevering 10 of zo. Toen zag mijn dorp er een beetje zoals dit uit. En hoe ziet het er nu van een afstandje uit? Dat heb ik nog in één keer gecheckt. Het ziet er... Ja, kijk, nu is het toch afgesloten, jongens. Als je nu zo kijkt zoals dit. Als je nu hier staat. Nu is het gebied daar gewoon eindelijk netjes ten einde, weet je. Kijk, daar loopt het nog mooi door richting... Je ziet het pad ook. En dat gaat ook echt daadwerkelijk ergens heen.
Hier ging het nergens heen, dus kunnen we net zo goed een beetje afsluiten. Misschien dat daar dan ook nog even wat extra bomen moeten worden geplant. Ik heb 10... Ja, ik heb ook bomen bij me. Ik kan het net zo goed doen. Maar even wat extra boompjes plaatsen. Nu ik het toch bij me heb, kan het geen kwaad, zou je zeggen. Ik hoop dat dit wat toevoegt, jongens. Ik heb mijn saplings bijna opgemaakt. En ik weet niet of het überhaupt een leuke toevoeging is, al die extra bomen hier. Maar het kan geen kwaad. Het zijn bomen, come on. Zo, dan gaan we ook nog wat bosjes plaatsen. Nu ik toch bezig ben, doen we het gelijk goed ook. Boonmielen we de hele boel ook nog eventjes. En dan vind ik het mooi geweest. Dan gaan we het boerengebied afvinken op het bord. Zeggen gewoon, weet je, het boerengebied is klaar. We hoeven er niks meer aan te doen. Het ziet er prima uit. Ben ik benieuwd naar de reacties van daadwerkelijk de boeren zelf. En het ziet er... Oh, wow, dat maakt een verschil, hè, jongens. Oh, wat ben ik blij dat ik dit nog even gedaan heb. Moet je kijken. Dit ziet er zoveel leuker uit dan dat het eerst deed. Het heeft nu gewoon een beetje een netjes, mooi bergje is het geworden. Oké, dat betekent dat het boerengebied klaar is. We hebben nu boer Jansen molen. We hebben boer Martins huis. En we hebben het dierenverblijf hier, of de boerderij kunnen we het beter noemen. We hebben hier bossen. We hebben daar bossen, daar bossen. Het pad loopt mooi daardoor bij de tolbrug. En voor de rest, ja... meer is er niet gewoon in dit gebied. Meer kan ik ook niet doen. Kan uiteindelijk wel, maar gaan we niet doen. Als we de map ook zoals dit openen, jongens, kan ik het even beter laten zien. Je hebt nu het pad dat hierheen loopt. Dat gaat de tolbrug over helemaal daarheen. Hier het pad. Hier loopt naar de bossen, wat we net natuurlijk gemaakt hadden hier. Vervolgens, waar wil je nog meer heen? Het water hier. Dit zijn allemaal kliffen. Er zijn geen routes meer waar je verder heen kan. Je kan hier naar links en naar rechts. En voor de rest is er geen uitweg. Dat is ook het leuke eraan dat het op die manier gemaakt is. Dan zijn we bij het bord aangekomen, jongens. Dan ben ik heel blij, want we kunnen, als het goed is, 2 lime dice pakken. Het boerengebied afbouwen en het dierenverblijf. Oh, wat, hier ben ik zo tevreden mee. Wat een progressie deze aflevering. Hoef alleen nog maar de straten van het oude gedeelte op te vullen. De stadsmuren te upgraden. Het bovenste gedeelte van mijn kasteel in te richten. En kasteel 2 inrichten. En een beetje de details eromheen bovenop de ijzerfabriek bouwen. Deze hier komt ook wel goed, maar dat heeft niks met bouwen te maken. We hebben nog maar 1, 2, 3, 4, 5... bordjes waarvan we moeten bouwen. En dan is mijn stad gewoon klaar. Dan is mijn stad helemaal klaar. Hoe leuk is dat? En we hebben als het goed is nog maar 2 of 3 afleveringen voordat Content Veen ten einde is. Wat erg verdrietig is. Dus laten we maar volgende aflevering of die daarop maar snel aan de slag gaan. In ieder geval voor nu, jongens. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker vooral ook niet te abonneren. Is heel belangrijk. Als je toch bij dit punt in de video bent gekomen, moet je echt even abonneren. Ik bedoel, we zitten bijna op die 3... Dit. We zitten bijna op die 300.000 abonnees. Dit slaat toch nergens op. Dus als jij nou even abonneert, halen we binnenkort 300.000 abonnees. Dankjewel voor het kijken. Maar wat jij nu eigenlijk moet gaan doen, is lekker deze video kijken. Dit is namelijk het vorige Content Veen deel. Heb je deze nou nog niet gezien? Moet je hem zeker even kijken. Hierin heb ik namelijk de burgemeester achtervolgd. Dat was erg spannend. Dus ik zou het vooral even kijken. En dan nu spreken, laat een glaasje water. Zelfde wie, flesje bier. Tot de volgende keer.